Meer dan 205.000 scholieren in het voortgezet onderwijs zijn maandag begonnen aan de eindexamens. Hier op het Rietveld Lyceum in Doetinchem beginnen de VWO'ers met Nederlands. Examen Nederlands vandaag. Gewoon de weken ervoor goed geoefend. Zelf thuis, maar ook in de les uitleg gekregen. Gewoon oefenen eigenlijk. Het is meer oefenen, het is niet echt leren, het is oefenwerk. Weet je al een beetje wat je kan verwachten? Ja, ik heb namelijk 2 jaar geleden ook een examen gedaan op de HAVO. Dus ik weet wel een beetje hoe het in elkaar zit. Maar ja, gewoon 3 uur lang wikkelen. En het wordt gewoon heel lang. Maar je hebt al goed geoefend, dus je weet wel een beetje wat je kan verwachten. Zo, je zit al een beetje met je pen te tikken op tafel. Ben je al zenuwachtig? Nou, valt wel mee. Ik vind het nog wel meevallen. Zal misschien nog komen, misschien weet ik niet. En ben je niet zenuwachtig omdat je zo goed bent voorbereid? Ja, ik ben goed voorbereid. Ik heb examens gemaakt, dus veel kan er niet misgaan, denk ik. En Nederlands valt al überhaupt wel mee, dus ja. Waar zie je tegenop? Scheikunde en biologie. Waarom zie je daar tegenop? Scheikunde ligt mij niet echt, maar ik probeer er altijd wel het beste uit te halen. En biologie is altijd wel moeilijk, dus afwachten. Heb je dan een bepaalde tactiek in het leren, dat je zeg maar voor deze toets minder leert dan voor scheiken? Nee, ik leer overal evenveel voor, want ja, zo ben ik dan wel. Dus ik haal eruit wat erin zit. Allemaal heel veel succes. De HAVO maakte maandag management en organisatie. Dinsdag starten de VMBO-examens.